De film John Wick Presents Ballerina staat gepland voor juni volgend jaar en is nu al ontzettend populair in de popularity rating van IMDb. Wat is er zo goed aan deze film? Dat gaan we zien in de trailer. Dus laten we samen gaan kijken. It's called capitalism. This world must die. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. Yeah. I'm Batman. Don't even get me started on Doctor Strange and a little nerd back on Earth 1999. De hoofdrol in de film is weggelegd voor Ana de Armas, die we kunnen kennen van films zoals Knives Out en No Time to Die. Ook gaat Keanu Reeves, die we kunnen kennen van de John Wick films, die ik zelf nog niet heb gezien, ook verschijnen in deze film, waarschijnlijk als een soort cameo. Een andere grote rol is weggelegd voor Catalina Sandino Moreno, die ik alleen maar kan kennen van een zieke rip-off van de favoriete serie van mij, The Bridge. En de director van de film will be Len Wiseman, maar ik heb nog nooit een film gezien die hij ook heeft geregisseerd. En dan nog een kleine waarschuwing, de beelden van de trailer kunnen vrij heftig zijn. De officiële film gaat een leeftijd hanteren van 16+. Dus, nou ja, denk daarover na voordat je de trailer bekijkt. Do you like your dogs? I know a school where they teach dogs. I could take you there if you'd like. De trailer begint met de hoofdpersonen als een kind. Dat laat vaak zien dat het een oorsprongsverhaal is. Dan zien we het leven van iemand tot het moment dat waar de film eigenlijk over gaat. To stop the assassin, you must become the assassin. You will always be weaker. You will always be smaller. Wat ik interessant vind is de zin you will always be weaker, you will always be smaller. Ze leiden vrouwen op tot assassins. En deze film begrijpt dat je dan niet gewoon een mannelijk karakter een vrouw een naam geeft en dan zegt hey, dit is onze nieuwe moordenaar, zeg maar. Maar ze gaan juist in op de kwaliteiten die een vrouwelijke moordenaar meer heeft dan een mannelijke moordenaar. You want to win? Improvise. Adapt. Cheat. En dan improvise, adapt, cheat. Welcome to the Continental. Eve Macaro, the Ruscaroma. En dan maken we weer een soort van time jump waarin ze die school tot het worden van assassin heeft voltooid. En hier is op dit moment als de assassin zelf. What a pleasure to see you again. You have no idea what you just walked into. Dan zie je een hoop best wel heftige actie, maar dat is natuurlijk ook waar de wereld van John Wick om bekend staat. They killed my father. En door die zin, they killed my father, kom je er ook achter dat het echt een verhaal is wat gericht is op het nemen van wraak. En dat is vaak zo in een oorsprongsverhaal. This isn't done until they're dead. Fate is a very humbling thing. En de scène waarin zij met haar brandslang staat tegenover de man met de flamethrower, dat is wel een soort scène waar je deze film aan gaat herinneren. En dat ziet er al echt super episch uit. Ik ben benieuwd hoe ze dat gefilmd hebben. You're him. The one they call the Baba Yaga. How do I start doing what you do? En dan voel je een beetje de opkomst naar de onthulling van de grote cameo, John Wick zelf. Looks like you already have. En die cameo mag dan ook nog de laatste woorden zeggen in de trailer. De trailer ziet er echt super goed uit. De wereld van John Wick heeft mij tot nu toe nog niet getrokken. Maar deze trailer heeft dat meer. Dus ik ben eigenlijk gewoon wel heel benieuwd naar deze film. Als ik moet gokken wat ik de film ga geven, dan wordt het een 6,5.
waarmee de film terechtkomt tussen Napoleon en Taken. Laat me vooral weten in de reacties wat jullie eerste ideeën zijn van John Wick Presents Ballerina. Of jullie denken dit wordt iets, of dat jullie denken, ah, dit concept wordt al veel te veel uitgemolken op dit moment. Ik ben heel erg benieuwd en laat me, als jullie toch bezig zijn, ook meteen even weten wat jullie leuk vinden qua trailer als ik daarop reageer voor volgende week. Ik heb wel een paar leuke ideeën, maar ik ben erg op zoek naar input van jullie. Dus laat me dat zeker weten. En dan wil ik jullie alvast heel erg bedanken voor het kijken naar de 75ste aflevering van deze reageerserie. Tof dat jullie er al zo lang bij zijn en dan zie ik jullie graag volgende week. Tot ziens, tot later.